Lieve, ik denk dat het zover is. Van ons ene huis naar ons andere huis. Maar dat vond ik best wel heel moeilijk. Mijn pet. Het haar in de krul, want we hebben een fotoshoot. Het zijn al twee en die zien er op zich best wel goed uit volgens mij. Dit is het. We zijn klaar voor vertrek. Welkom in een nieuwe vlog. Vanuit een helemaal leeg huis. Ja, wij zijn even afscheid aan het nemen van de zebra. Ah, dag Deborah de zebra. Hier stond je hebt het bedje, dat is weg. Hier in de woonkamer lijkt het ook echt helemaal leeg en kaal. Kijk, natuurlijk blijven meubels gewoon staan, dus wat dat betreft lijkt het niet helemaal een kaal huis. Maar voor ons doen is dit echt een soort spookhuis nu. Het is helemaal leeg. Ja. Dat is echt bizar. En die mensen nemen zelf ook zelfs hun servies en alles mee, dus kastjes, alles is leeg. Er zit alleen nog gewoon koffie in de machine, dat is het enige. Nou, dat is prima toch? Ja. Koffie in de machine en voor de rest gewoon een net achtergelaten huis. Alles schoongemaakt. Tulpjes, want ze gaan in Amsterdam wonen deze mensen. Lieve, ik denk dat het zover is. Echt bizar. We gaan zo de deur achter ons dicht trekken. En dan, komt en dan is het gewoon even niet meer van ons. Nee. Dan is het gewoon echt even niet van ons meer. Nou ja, wij blijven wel eigenaar, maar toch niet van ons. Kunnen we niet zien, ook niet zomaar in. Nee. Gaat het? Ja, ik heb er echt zoveel zin in. Ik ben helemaal klaar mee met opruimen en schoonmaken in het huis. Oh, dat was veel werk, hè? Ja. Hey, this is the moment. Van ons ene huis, zo, naar ons andere huis. Fietsen zitten erop. Staat gewoon klaar. Alles staat klaar. Let's do this, Livie. Onze vakantie gaat beginnen. Ready? Niks meer binnen? Hier heb je sleutel. Doei huis! Gas uit? Geintje. Let's go! Goedemorgen deze morgen vanuit ons allereerste vakantiebestemminkje. Nou ja, het is een beetje een tussenoplossing. Sas moet namelijk nog werken. Die is deze week wel drie keer een hele dag weg, denk ik. Zij is ook al net vertrokken. Wij zijn net wakker. Jeppie zit nog aan zo'n bijtje. Hallo. Nou ja, dit is ons huisje dus nu, even voor deze week. Super tof natuurlijk. Daar ga je nog veel meer van zien deze week, want het is nu een beetje een bende. Maar we moeten ons snel klaarmaken, want we gaan naar Burgersoe op de fiets. Kijk, Jeppe zit al lekker in zijn stoeltje. Hallo Jeppie, ja! Ja, want Burgersoe is heel dicht bij ons vakantie/werkhuisje. Ik noem het even werkhuisje ook om voor Sas een beetje tegemoet te komen. Dus wij gaan nu naar de dierentuin. En we gaan eens kijken wat nou het verschil is tussen de Amsterdamse leeuwen in Artis en de Arnhemse leeuwen in Burgersoe. Ja, hij heeft er vet veel zin in. Dus dit is Jeppe in Burgersoe. Zo, dat waren even 30 seconden van Jeppe in de dierentuin. Hij is er een beetje moe van geworden. Hij vond mij volgens mij wel heel leuk. Toch Jeppie? Ja. Ja. En het handige is dus dat we zo dichtbij zijn dat hij dus gewoon in zijn eigen bedje kan slapen. Dan kunnen we vanmiddag weer verder spelen. Toch? Ja. Zeg maar doei. Goed zo. Goedemiddag en welkom bij Knutselen met Kleuters. Moederdag is natuurlijk officieel al geweest, maar Sas heeft mij en eigenlijk ons uitstel geven. Dus ik ben vandaag naar Arnhem gegaan, naar de stad, om een cadeautje te vinden voor Sas. Maar dat vond ik best wel heel moeilijk, want ik weet wel wat ze leuk vindt, alleen ik kon het niet vinden. Dat is een beetje balen, maar ik heb in ieder geval één deel van haar moederdag cadeautje heb ik wel voor elkaar kunnen krijgen. En dat gaan we nu doen, superleuk. Jeppie, daar heb ik jou bij nodig. We gaan namelijk een handafdrukje maken van Jeppe's hand als moederdag cadeautje. Ja, toch? Ik heb het net gelezen, het is best wel simpel. Het is namelijk een soort van klei. En dan moet je een beetje soepel maken. Leg je dat, maak je het vlak. Ja. En dan doe je zo, plop, als een handje erin. Ja. Oké, okay. Eerst gaan we de klei een beetje soepel maken. Kneden. Zo.
Zo. De handje staat erin. Yes! Nou, dit was knutselen met kleuters. Morgen zien we het resultaat en weten we wat mama ervan vindt. High five met jezelf. Yay! Goedemorgen, moederdag is aangebroken voor ons dan in ieder geval. Sas ligt nog een soort van knock-out. En ik ben haar meest favoriete lievelings ontbijtje aan het maken. Dat zijn bananenpannenkoekjes. Ik hoop dat ik het goed doe, want die dingen zijn echt vet moeilijk om te bakken. Dit zijn al twee en die zien er op zich best wel goed uit volgens mij. Maar kijk, Sas was wel een beetje knock-out, maar ze hoorden natuurlijk al het een en ander. Dus ik heb haar even een zoethoudertje gegeven, zodat ze in de kamer moet blijven. En dat is... Jappie! Over een zoethoudertje gesproken. Er zit overal appelstroop om jou. Goedemorgen. Hallo. Is het moederdag vandaag? Het is nu moederdag vandaag. Maar het is donderdag. Het is donderdag. Moederdag. Yes! Sas, ben je klaar voor je ontbijtje? Ja. Je moet even de camera vasthouden. Oh. Zo, goedemorgen. Spannend! What? Kijk eens hoe mooi. Wauw. Mijn lievelingsontbijt. Dankjewel. Hij vet je zus. Dankjewel, Jeppie. Dankjewel. Een klein dino-monster wat er mee doorgaat met mijn ontbijt. Het cadeautje wat hij voor jou heeft, ja. Het is een mijlpaal. Het is echt een blijvende herinnering. Dat was het. Nu komt het aan en het is nog niet helemaal klaar. Wat is dit nou weer, Jeppie? En een stukje? Ik heb het hier bij me. Achter mijn rug. Ja. Dus het is geen heel groot pakket. Hebben jullie een gipshandje gemaakt? Ja. Oh, wat cool. Hij kan ook zelf high-fiven. Wauw. Oké. Hippie de piep. Hoera. Hippie de piep. Deze moederdag is weer geslaagd. Op naar de volgende. Goedemorgen Sas. Goedemorgen Siep en goedemorgen allemaal. Wij waren voorbereid op een best wel lang fietstochtje, want we gaan vandaag fietsen over de Hoge Veluwe. Dus we fietsten het Droompark af, maar dat ligt letterlijk daar. Dat is echt daar. Hier zo. Dit is de ingang van ons vakantiepark, Droomparken. En toen fietsten we, toen staken we de weg over en hier is de ingang. Van de Hoge Veluwe. Ik was helemaal voorbereid op kilometers fietsen. Ja. Nou ja, je kan wel kilometers fietsen trouwens op de Hoge Veluwe. Maar dit is dus al letterlijk de ingang. We zijn er al gewoon. Een super challenge, je kan dus gewoon daar kaartjes kopen. En dan kan je gewoon doorfietsen. De fiets, je steekt de weg over. Ja. Maar ik dacht serieus dat het een heel eind fietsen was. Ik was helemaal voorbereid. Dus valt me weer alles mee. Ja. We hebben echt jaren geleden een keer met de racefiets, weet je dat nog? Ja. Van Utrecht met de racefiets. In de auto naar de Hoge Veluwe gereden en toen hebben we hier heel veel gefietst. Toen vond ik het echt fantastisch. Ja, het is heel mooi, heel indrukwekkend, mooi landschap. Echt zo niet-Nederlands ongeveer, ja. Toch? Dat kan ik me herinneren. Ja, en ik ben in de top van een boom geklommen. Dat ook, je hebt in de top van een boom geklommen en er is een pannenkoekrestaurant. Ja, en een pannenkoekrestaurant. Daar hou ik heel erg van. Op zoek naar de pannenkoeken. Wauw, wauw, wauw. Gek. Zo, eerst door de dikke bossen. Ja. En dan in één keer, ik hoop dat jullie ons horen met de wind, maar... Oh ja, hallo! Hallo! Maar dan zo in één keer op de hei. Ja. Wat vet joh! Ja, het klinkt zo mooi. Echt voor iedereen die zeg maar niet in Amsterdam woont. En die dit gewoon veel vaker ziet, die denkt echt, stel je aan. Maar als je gewoon in één keer weer terug bent in de natuur, dan is dat ineens zo... Wow, wat is het eigenlijk mooi! Ja, echt hè? Ja. Echt heel lekker. Haren in de wind, beenspieren even trainen en lekker op het fietsje door de Hoge Veluwe. Vind jij ervan, kleine kapitein? Wapper! Mooi. Mijn pet! Mijn pet waait af. En nu maar hopen dat er niet een of andere gemene wolf op mij zit te loeren nu. Zo. Sowieso even zonder pet fietsen, denk ik. We hebben het
pannenkoek gegeten, maar die was zo snel op dat we niet eens konden filmen. Toen dachten we moeten echt snel weer terug, want Jeppe moet slapen. Heeft hij zijn ogen nog open? Af en toe. Jeppe is een soort van in slaap gevallen in zijn stoeltje. We waren echt na die pannenkoek eigenlijk zo snel mogelijk van plan om naar huis te gaan. Zodat hij lekker in zijn bedje kan slapen. Die wind in zijn gezicht, een beetje hobbelde hobbel. Ja. Ja, en mama die mooie liedjes zingt. Ja. Ja. Dan gaat het al snel een beetje sluimeren. Ja. Nou, wij zijn dus onderweg terug. En we gaan Jeppie zo snel mogelijk in bed stoppen. Zetten we Jeppe... Zo, even een kleine update. Haren in de krul, want we hebben een fotoshoot. Dat is Esther. Pieuw. Daar zo, de wijzer, dat is altijd, kan ik nooit. Ja, daar. Ja. Daar is Esther. Schoenen uit? Ja, schoenen uit. Ja, dan kan ik even daarachter trekken. Oh! Ah joh, laat lekker aan. Het is niet zo sterk hoor. We hebben een fotoshoot met Gerrit, want die hoort natuurlijk wel heel erg bij ons. En Jeppie en Siep en ik, want we gaan mooie foto's maken. En die ga je later allemaal zien. Oh ja, zeker. En als je benieuwd bent naar Esther de Werk, ik zet even een linkje van haar in de beschrijving. Dus dan kun je er vinden via die website. Dan zie je een beetje wat voor foto's het gaan worden. Nice! Zin in! Wauw. Oké, liefie, hoe blij ben je met de foto's? Ik ben echt mega blij. Niet normaal. Ik had niet verwacht dat ik zeg maar over de hei zou huppelen en dat dit er dan uit zou komen. Nee. En jij, Jeppie, ben je ook helemaal blij? Ja? Oké, we hebben nog helemaal geen home tour gegeven van ons huisje. Dit is Suus. Die krijg je bij het huisje. Als je een huisje boekt bij Droomparken, dan zit ze er altijd bij. Ja, is een butler. Nee. Ze komt helemaal vanuit Amsterdam op visite om naar ons huis te kijken. Om Gerrit in real life te zien en om afscheid te nemen. Voordat je helemaal ja, drie maanden. Drie maanden zonder jou. Ja, echt heel lang. En als ik terugkom, ze woont nu nog in Amsterdam, gaat ze gewoon verhuizen naar de middle of nowhere. Dus dan moeten wij altijd heel ver rijden om jou te zien op te zoeken. Ja, maar dan kan Gerrit mooier oplisten. Dat is wel waar. En dan gewoon kamperen met Gerrit bij... Haar in de tuin. Ja. Maar het huisje. Oké, even kijken. Hier is de keuken. Oh, dit is de keuken. Ja, onze goed gevulde koelkast. We hebben lekker boodschapjes gehaald, want vanavond is het Songfestival, dus we gaan lekker eten. Hier is onze slaapkamer. Hier is Jeppie zijn slaapkamer. Hier zetten we dan zeg maar zo zijn opklapbare wiegje neer. Dus we hebben één bed even gekanteld, zodat hij alle ruimte heeft. En hebben hier de woonkamer, tv, tafel, kun je lekker zitten. En daar? Heel kort, echt heel kort, maar de badkamer is echt een bende. Maar dat gaat heel snel. Kijk, douche, wc, alles. Was dit het? Ja. Zo erg is hij toch niet? Nou, een beetje. Heb je er zo'n bende van gemaakt? Nee, gewoon. Alles is er. En er is hier nog van alles leuks te doen op het park. Dus we gaan heel eventjes Jeppie lekker actief en moe maken. Zodat hij vanavond heel erg lekker kan slapen. Zodat wij lekker het Songfestival gaan kijken. Dus Jeppie, ben jij klaar voor de mega stuiterbal? Yay! Even op het steppie naar de mega stuiterbal. En voor als je denkt, zoals je bent net een zuurstok. Klopt. Mijn broek is ook zelfs nog zuurstokroze. Meer foto's trouwens van onze fotoshoot op de Veluwe ga je allemaal zien op ons Instagram account. Dus hou dit vooral in de gaten voor allemaal heerlijke Veluwe kiekjes. Want echt, de foto's zijn zo mooi. En ook maar als website en zo van haar staan hieronder in de video. Nou, we gaan nog even lekker bouncen. Liepie, dit was de vlog hè? Ja, dit was de vlog. Dit was de vlog. Tot volgende week voor een nieuwe vlog. Volgende week zijn we dus echt op vakantie. Dan zijn we echt weg. Ah! Tot volgende week!